Welkom bij Til aan tafel. Zo dadelijk gaan wij spreken met Han Kersten. Hij gaat ons vertellen over zijn plannen voor een museumhaven hier in Tiel. En ik ga nu spreken met twee dames die hier bij mij aan tafel zitten. Claria Cerné en Wilma van IJsseldijk. En jullie zijn van, ik ga even spieken, Levensboekgroep Wat is jouw verhaal? Dat klinkt heel erg mooi. Wilma, wat is dit voor een soort initiatief? Nou, ik ben er eigenlijk achter gekomen dat veel mensen het heel veel te vertellen hebben over hun leven. En dan hoor je ook vaak van, ik zou er wel een boek over kunnen schrijven. Dat zeggen mensen dan ook vaak. En het lijkt mij heel mooi, of het leek ons heel mooi, om mensen daarbij te helpen. Om dat ook echt daadwerkelijk te gaan opschrijven. Dus echt het verhaal van je leven, ja, in boekvorm? Ja. Zo kun je het eigenlijk zeggen, ja. Nou, prachtig. En Claria, hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Nou, het is zo dat als mensen daar belangstelling voor hebben of behoefte aan hebben, dan kunnen ze ons mailen of schrijven. En dan gaan we een gesprek aan met die persoon. En dan gaan we uitleggen hoe dat werkt. En dat kan op verschillende manieren werken. Bij de een kun je zeggen, misschien willen jullie het zelf schrijven, het boek, en dan helpen wij, daar hebben wij allemaal handvatten voor, om die mensen te ondersteunen. Maar het is ook zo dat wij het kunnen schrijven. En dat is dan één op één. Ga je in contact met zo iemand, en dit is een langdurig contact, dat is niet even 2 weken, daar ben je vaak 6 of 8 maanden mee bezig. En dan heb je een langdurig contact met de mensen. En iedere keer vertellen ze dan een deel van hun verhaal. Ja. En dan schrijven ze het of zelf, of wij schrijven het. Volgens mij kan dat ook heel veel reacties opleveren. Bij mensen zelf bedoel je? Ja. Want het is natuurlijk ook dat je terugkijkt naar soms moeilijke periodes in je leven. En die kunnen ook weer met emoties gepaard gaan. En dan kan het inderdaad zijn dat dat dus ook wel heftig is. Ja, en zijn er al met mensen bezig die zo'n proces zijn gestart? Want het is niet even iets wat je zomaar doet. Ja, nou, ik ben zelf begonnen met mijn eigen oom om met zijn levensverhaal aan de slag te gaan. En we hebben in onze groep een vrijwilliger die dat al verschillende keren heeft gedaan. Dus die heeft al meer ervaring, zeg maar, met verschillende levensboeken. En we hebben nu een mevrouw die zich heeft aangemeld en die zelf aan de slag wil met haar eigen levensverhaal en het fijn vindt om daar hulp bij te krijgen. En nou, wij zijn zelf nog heel pril als groep, maar wij willen dus heel graag in contact komen met mensen die daar behoefte aan hebben of die het graag zouden willen. Ja, en dat hoeft geen groots meeslepend leven te zijn, wat dan beschreven gaat worden? Nee. Ieder leven heeft zijn verhaal. En dat hoeft dus niet te denken, oh nou, ik hoef niet te gaan, want wat heb ik nou voor leven gehad? Het is toch jouw leven. En voor jou, hè, voor degene, de persoon, is het een heel belangrijk leven. Ja, en voor wie is dat dan, dat boek wat uiteindelijk klaar is? Dat kun je, dat vragen we ook in eerste instantie aan de mensen zelf. Voor wie wil je het schrijven? He, want dat kan zijn voor je kinderen. Ik wil het echt voor mijn eigen verhaal, voor mezelf. Of voor mijn familie. Dat kan heel veel. En mensen, het is wel belangrijk dat mensen ook een keuze maken voor wie wil je het schrijven. Dat ze dat weten als ze gaan schrijven. Dat dat ergens voor bedoeld is, voor iemand of een groep of familie. Ja. Zo. Kost dat veel geld als je dit wil? Want je eigen boek schrijven? Nee, wij bieden onze dienst vrijwillig aan. Wij zijn mensen die geïnteresseerd zijn in mensen. En geïnteresseerd zijn ook in de verhalen van mensen. En ook de waarde heel erg inzien van het, nou ja, soms terugkijken ook op je leven en wat het voor jezelf kan betekenen. Ook aan inzicht in hoe je dingen gedaan hebt. En het hoeft ook niet allemaal zwaar te zijn. Het kan natuurlijk ook heel licht en vrolijk zijn. Mensen hebben vaak natuurlijk zoveel dingen meegemaakt. En wij vinden het gewoon heel fijn om die dienst aan te kunnen bieden. En een tijdje met iemand mee te lopen eigenlijk. In dat proces. Ja, prachtig. Mochten mensen hier belangstelling voor hebben, wat te doen? Hoe kunnen ze jullie benaderen? Ja, ze kunnen mij bellen op mijn telefoonnummer. En ik heb een e-mailadres, dus misschien is het handig om dat ook straks te laten zien. Oké, nou, daar gaan we voor zorgen. Ik vind het erg interessant. Ik hoop dat jullie veel reacties gaan krijgen, want ieder leven is natuurlijk ook de moeite waard. Ja, zeker. Ja. Absoluut. En dank jullie wel voor jullie uitleg. Oké. Thank you.
Inmiddels is bij mij aan tafel aangeschoven Han Kersten. En hij woont aan de C. de Kleinstraat, dus aan de Waal in Tiel. En dat is een heel mooi plekje, hè Han? Dat is een heel mooi plekje. Ja, en ja. Nu kijk jij eruit over die haven. Ja. En dan ontstaat er iets. Ja, ik moet zuinig zijn op mijn 6 minuten. Maar mijn vader kwam een keer in het appartement. En hij herinnerde zich dat hij met een zware storm een keer de haven kwam binnenvaren. En het was met een open schip, het was een spits. Een open schip wil zeggen dat het water binnen kan slaan. En het ging eigenlijk maar net goed. Dus hij barst helemaal in tranen uit. Dus vanaf dat moment zat er een extra lading aan het appartement. Ja, zoals hij zag, hoe klein eigenlijk de haven ook is, als je maar hoog genoeg gaat staan. Ja, klopt. Ja. Maar goed, dat is een heel mooi plekje, maar daar gebeurt niet zo heel veel. Gebeurt niet zo heel veel. En nee. Ik schrok ervan toen ineens het plan kwam om er parkeerplaatsen te maken. Ik denk, dat kan niet waar zijn. En ik vroeg eens rond bij leden van de vereniging, van de watersportvereniging. En het bleek dat het ook helemaal niet gedragen werd door de woonarchbewoners, door de jachthaven niet. Mensen eromheen, die hadden ook heel andere ideeën hoe je daarmee om moest gaan. Toen dacht ik van ja, maar hoe krijgen we daar nu beweging in? Want dan moet je geen parkeerplaatsen gaan maken, dan moet je iets anders doen. En wat dan? Nou, een van de dingen was Tiel Maritiem. Dat tekende zich af. Een van de mensen uit de haven had een ervaring met Riva, dus een Italiaanse sportboot. En die kwamen met een hele club naar Tiel toe. En dat was eigenlijk de aanzet voor Tiel Maritiem. Dat is een activiteit, dus 1 keer per jaar. Inmiddels hebben we als beleid daar dat we meerdere dingen eromheen in de loop van het jaar gaan doen. Juist om te zorgen dat er heel het jaar door wat dingen in de haven te beleven zijn. Ja, er moet reuring komen. Er moet reuring komen. En een heel ander idee was, en dat kwam tot mij toen ik daar boven stond te kijken, waarom liggen er eigenlijk geen klassieke schepen in die haven? Want er wordt op gewoond, wordt op geleefd, wordt op gewerkt, dan beweegt er van alles. En zo is eigenlijk het idee van de museumhaven ontstaan. Ja, en wat gaat dat inhouden? Wat is het plan? Het idee, de droom? Nou, dit soort ideeën wordt uitgewerkt door professionals. Dus er zijn inmiddels professionele bureaus die als je uitspreekt dat je museumhaven wilt, gewoon zeggen welke stap je achterin volgens moet nemen om te realiseren. Ja, dan kom je gelijk op een hoger niveau natuurlijk. Dan kom je op een wat hoger niveau terecht, maar dan wordt het wel meer hanteerbaar voor een gemeente. Want de gemeenteambtenaren hoeven dat niet uit te zoeken. Je kunt gewoon zeggen, van, dit is het kant-en-klare plan, als je maar verkiest om een museumhaven in te richten. Want als je bijvoorbeeld in Nijmegen zijn ze pas begonnen met het inrichten van de museumhaven. Nou, dan zie je allemaal oude schepen, klippers, tjalk en zo liggen daar. Je hebt Woutrichem, waar heel veel oudere schepen liggen. Gouda, er veel schepen liggen. Zutphen heeft een museumhaven. Dus veel van onze Hansesteden, broeders, die zijn ons voorgegaan. En daar kunnen we eigenlijk ook kijken hoe het gaat worden als je daar die oude schepen naar binnen brengt. Want het wordt levendig door de betrokkenheid van de schippers die erop wonen. Die hebben meer een relatie met het schip dan met hun vrouw vaak. Dat is weer iets heel anders, inderdaad. Ja. En hoe gaat dat er dan concreet uitzien? Is dat dan permanent of is dat af en toe? Nee, of? Dat is echt permanent. Want die mensen die op zo'n schip wonen, die hebben behoefte aan rust en zekerheid. Het is tegenwoordig best wel modern aan het worden om oudere schepen een kans te geven. Dus in Amsterdam bijvoorbeeld heb je aan de Hendrikade een heel grote museumhaven. Maar goed, Tiel heeft de locatie om een heel goede museumhaven in te richten. Alleen niet de wens uitgesproken om dat te realiseren. Ja, goed, en dat is eigenlijk het idee achter museumhaven Tiel. Ja, goed. En deze plannen zijn nu ook echt ingediend? Die zijn niet ingediend. Nee. 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 Hoe werkt dat? Dat weet ik nog niet. Dat is, we zijn met meerdere dingen bezig. Dus ik ben betrokken bij Stichting Onze Waal. En dat is iets wat uit de provincie Gelderland komt. Die de economische waarde van de Waal op een andere manier met duurzaam toerisme willen vergroten. En een van de dingen daaruit is bijvoorbeeld Tiel Maritiem. Een ander ding is Beeld van Oranje Linten, wat een paar jaar geleden langs de Waal is georganiseerd. Dus allerlei evenementen langs de Waal. Juist om andere waarden van de Waal op de kaart te krijgen. Als ik een aantal mensen kan vinden die de museumhaven leuk vinden, dan zal die club ook wel inhaken door dat te stimuleren. Ja, nou goed, ik denk dat als u dit verhaal overbrengt, dat toch eigenlijk gewoon moet lukken.
Ik denk het ook, maar ik weet het niet zeker. Dat ligt aan de Tielenaren. Het ligt aan de bestuurders in Tiel, het ligt aan de ambtenaren in Tiel, het ligt aan de mensen die eromheen wonen. Je moet je betrokken tonen bij het water en dan komt het wel goed. Ja, maar goed, het brengt Tiel natuurlijk ook wat, hè? Het brengt Tiel wat. Ja, en zeker als je er ook wat horeca bij gaat doen. Ja. En de wethouder heeft toegezegd dat hij daarna gaat kijken naar die horeca. Ja, dan heb je de combinatie van een kopje koffie drinken, een rondvaartje maken, op schepen waar van alles gebeurt. Ja. Dan heb je een compleet plaatje van reuring langs het water. Ja, en uiteindelijk is Tiel ontstaan aan de Waal. Dus. En dat moet in feite ook gewoon natuurlijk, dat moeten we laten zien. En dat hoe mooi het kun je is. Laten zien. Ja, ja. Ik wens u ontzettend veel succes met deze plannen. En ik ga ervan uit dat de Tielenaren dit alleen maar zullen ondersteunen. We zullen het zien. Ja. Dankjewel. Het is tijd voor mijn kritische vrienden Adrie Meijer en Berry van Buren. We gaan het hebben over de Tielenaar. Want Tielenaren kunnen nogal kritisch uit de hoek komen van Tiel is nu Viel. Over hun eigen Tiel. Ber, wat vind jij daarvan? Ja, nou, om met de deur in huis te vallen. Ik kwam laatst een man tegen. Die riep, Ber, kom eens even hier. En dan zal ik het even in Tiels doen. Hij zei tegen mij, Ber, moet ik eens goed luisteren, manneke. Vind jij nou ook niet dat wij een stelletje zakkenscheiters zijn. Wat? Broeken met stront, zei hij. Want ik snapte eerst ook niet wat hij bedoelde. Ik zeg, dan moet je nou eens uitleggen. Nou, zegt hij, wij vinden alles goed. Wij protesteren nergens tegen. En we laten alles maar over ons heen gaan. En het is één grote waardeloze zooi. Ik zeg, wat bedoel je dan? In de wereld of hier in Tiel? Hij zei, nou, laten we maar met Tiel beginnen. Hij zei, want je kunt hier nog niet eens lopen goed in de stad, want als je niet goed te been bent, dan breekt overal de nek over, zegt hij. Over stenen die los liggen, trottoirs die schuin aflopen, en dan praten we nog ineens over als het glad is, zei hij. Ik zeg, nee, daar heb je wel gelijk in eigenlijk, in het Nederlands. Want ik zeg, ja, ik denk er eigenlijk ook zo over, ja. Want ik ben al meerdere malen ben ik zelf onderuit gegaan, onder andere in de Gasthuisstraat. Ik zeg, want mensen die bij mij op bezoek willen, en, want daar woon ik namelijk, maar het nummer ga ik niet zeggen, want dan krijg ik dat last mij natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar mensen die bij mij moeten zijn, die hebben al menige ongelukken gehad, zeg maar. Het zijn oudere mensen en die kunnen daar niet goed vooruit. Wat vind jij ervan, Adrie? Want jij zegt alsmaar niks. Ja, maar ik denk, ik wacht even jouw relaas af en dan reageer ik wel. Ik vind dat Tielenaren op zich best meevallen. Oké, okay, ja. En Ik kom hier dus niet vandaan. Ik woon nu 30 jaar in Tiel. Nou, dan ben je best wel Tielenaar geworden. Dan ben je een beetje Tielenaar geworden. Ja. Echt Tielenaar word je dus verder nooit. Je kan geen Tiels praten of zo. Nee, ik ken heel erg goed Twents. Ja, ja. Maar daar zullen we nou maar niet doen, want dan staat heel Tiel op. Ja, dan ben je hier in Tiel. Maar dat die uitspraken van Tiel is niet veel. Is de grootste onzin die bestaat. Ik denk dat Tiel een van de weinige steden in Nederland is, kleinere steden, waar ontzettend veel gebeurt. Dat niet heel Tiel daar blij mee is, dat is weer wat anders. Maar Tiels mag daar wel trots op zijn. Ik vind dat Tiel heel erg trots moet zijn op die mensen die het lef hebben om wat te organiseren. Ja, en dan maakt het niet uit wat dat is. Nee, daar heb je helemaal gelijk. En dat ben ik ook met je eens, want het is niet allemaal negatief. Maar wat ik wel erg raar vind, is dat tegenwoordig ook alles aan flipje gezet wordt. Dan gaan we weer over de flippas. Nou ja, die flippas, dat heb ik al een keer gedaan. Die heb jij al flink onderuit gehaald, terecht moet ik zeggen. En zo zijn er nog meer van die, is er nog meer ongein hier in Tiel. Bijvoorbeeld, we hebben nu flipje, maar waarom hadden we de generaal Chassé niet op een voetstuk gezet? Dat was een man die werkelijk wat voor Tiel betekent. Ik denk als je 30.000 Tielenaren vraagt wie generaal Chassé was, ja. Dat er 200 het misschien weten. Ja, en degene die dat weten, die hebben vroeger in de generaal Chassé bioscoop gezeten. Die we dus nodig moesten laten verdwijnen, zeg maar. Maar Flipje kennen we allemaal. Jawel, maar we hebben in de loop van de tijden heeft hij zoveel laten verdwijnen. Ook aan hele mooie panden. Er moesten bijvoorbeeld twee panden op de Verkensmarkt verdwijnen voor de firma Blijdenstein.
Nou, als een normaal mens dit had gevraagd aan de gemeente, dan hadden ze die man gewoon uitgelachen. Maar dus een zekere klassejustitie bestaat er ook hier in Tiel. Ja, niet alleen in Tiel. Dat is wereldwijd. Okay. De mensen met geld, die maken uit wat er gebeurt. Ja. Dat is nog nooit anders geweest. Ja. En als je hier in Tiel kijkt, dan kijk ik even naar de gemeente. Ja. Hoe moeilijk het is om daar iets voor elkaar te krijgen. Ja, dat lijkt mij ook. Dat duurt weken, ja. Maanden. En als je dan kijkt naar... Nou, zou Tiel daar uniek in zijn dan? Ja. Nou, uniek niet, maar ik denk dat het in heel veel andere gemeentes iets makkelijker gaat. En dat het iets sneller gaat. Nou, ja. Een heel simpel voorbeeld. Ik heb een hond. Skeet van een ding. En bij ons was het hek van het uitlaatgedeelte voor de honden was kapot. Ja. Ze hebben 35.000 euro over. Hmm. En het heeft mij 6 weken gekost met bellen... Ja. Om daar 1 plankje van 8 centimeter breed in dat hek te krijgen. Nou, daar had ik een mooi zelf tegenaan gemaakt, Arie. Daar had ik nooit op gewacht. Ik vind dus dat eigenlijk... daar betaal je hondenbelasting voor. Ja, maar dus een plankje. Dus een plankje. Eigenlijk, Adrie, was het hek van de dam, zeg maar. Het hek was van de dam. Helemaal een fraaie. Ja, goed. Nou, weet je, volgens mij zijn we best wel trots op ons Tiel en mogen we eigenlijk best wel positief zijn. Ik denk dat we daar best ik wel... Ik vind dat je positief moet blijven en moet zijn. Maar, ja. Maar ik vind wel dat je ook kritisch... Mag blijven. We mogen ja, absoluut kritisch zijn. Dit vrije land. Deugen. Helemaal waar. Ik vind het een hele mooie afsluiter. We zijn er volgende week weer met een nieuwe Tiel aan tafel. Ja.